Deze beschouwing, die gaat over het moderne huwelijk en hoe ik dat voor me zie. En met modern bedoel ik dan um, niet zozeer het huwelijk zoals het nu de mode is. En modern staat op het woord mode. Hè. Maar hoe die mode, dus die toestand, die, die zaak, zou moeten zijn in, in de toekomst, zou je kunnen zeggen. Het, het is modern in gedachten in de toekomst. Hoe het zou moeten. Je kijkt naar de mode van, van hoe het nu is. En wat is dan het huwelijk dat daarbij past? Zo, zo moet je het dan begrijpen. Nou zie je wel, ik had nooit filosofie moeten gaan studeren, want dan word je zo taalbewust. <laughs> ik kom met een aantal goede tips. Dus ben jij een man of vrouw van mijn hart, of je luistert hier lekker samen naar. Dan, dan. Dan heb ik een aantal hele goede ideeën. Want. Ik ben voor. Een, een eenheid tussen man en vrouw. Ja, zo, zo kom ik er goed mee weg. Ja. En het standaard huwelijk van deze tijd. Dat is. Uh, ja, daar zitten man vijandige elementen in. En voor de rest is het flinterdun. En je hebt er geen donderen. Ja, je kan het wel doen hoor. Maar waarom zou je? Ja, een groot punt met het huwelijk, zoals het nu dan zoals je het nu kan doen, hè? dan moet je naar de gemeente stappen en dan zeg je: ik wil trouwen. En het lijkt allemaal hartstikke leuk. Maar punt 1, waar zet jij je handtekening onder? Door de inhoud van dat contract. Want dat is het. Het is niet meer als een, niets meer als een contract. De inhoud van het contract, die ken je niet. En dan kan je denken, het zal wel kloppen, want zoveel mensen hebben het gedaan. Uh, ja. De hebben een hele hoop mensen hebben zo'n handtekening gezet en van die mensen die een handtekening hebben gezet is een heel behoorlijk aantal uh, achteraf heel erg ontevreden over de betekenis van de inhoud van het contract. Dat gaat zo ver uh, dat is die dat is dan hè? en dat is met name bij de mannen. Hm? Dat sacherijn achteraf dat is dermate. Dat, dat mannen zeggen: Ik doe het niet meer. Serieus? En dat mag jij, of je nou een mannetje of een vrouwtje bent. Ja, knoop dit in je oren: van achteren en van voren. u. En dat is de situatie waar we nu in zitten. Als jij nu op het internet gaat. even een Google. En dan typ je in MGTOW. Dat is Engels. Man going their own way. Miktau, zeggen ze ook wel. Dat is Maria Gerard, Theodor, Otto, Wilhelmus. Noem dan krijgen we toch een verhaal te horen. De ja, regelrechte vrouwenhaat, huwelijkshaat, allemaal toestanden. Ik, en het kan nog zo begrijpelijk zijn van die kerels uit. Het is niet de bedoeling. Snap je? Want het is niet goed dat een mens alleen door het leven gaat. En daar kan je anders over denken, maar ik zeg dat het niet goed is. En nu ben ik ook alleen. Hè? En, en dat is inderdaad niet goed. Hè? Maar aan de andere kant, ja, ik. ik uh, hoe moet ik zeggen, ik ben gestopt met suipen. Ik heb mijn erbij neergelegd. Maar ik ben er heel gefrustreerd over geweest. En ik denk, ja, wat is dat nou? He, ik, ik, ik ging elke dag onder de douche. Ik bracht voldoende poen binnen. Ik ben heus bereid om uh, te koken, want dat vind ik namelijk leuk. En met het kind naar het zwembad en dat soort dingen. Dat vind ik ook allemaal hartstikke leuk. En ik vind het helemaal niet erg om de auto te regelen. En midden in de nacht opstaan om dingen te gaan doen voor Tante Gerda. Dat vind ik ook allemaal prima en geweldig. Echt een family man. En ik kan zorgen. Als man heb je ook een aantal zorgtaken. Dan kan ik beren goed, man. En dat doe ik met liefde. Dat doe ik dus met tijd en met aandacht. You believe me dat ik een partij IQ heb, dat is ruim voldoende. Om verzekerd te zijn dat als ik tijd en aandacht heb voor jou, dat je dan de tijd en aandacht krijgt waar je ook wat aan hebt. En waar is dan de vrouw waarvoor ik mag zorgen? Nou, geen velden of wegen. Ik heb me daar neergelegd. En trouwens, ik ben over een aantal etterlijke weken, ben ik 60. Dus ja, ha, 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 ha waar wat maak ik me druk over? Maar dan denk ik aan alle mensen om mij heen. En dan vooral die jongere mensen. Dan denk ik, ja, wat moeten die dan? Huh? Ik wil dat jongere mensen tot elkaar komen en gezinnen gaan stichten. En dan gezinnen stichten zoals het hoort. En dat houdt in dat je tot elkaar komt en bij elkaar blijft tot aan de dood. Punt. In voor- en in tegenspoed. Snap wie? En natuurlijk krijg je moeilijke periodes en uh, zit er van alles tegen. En er veel man-liefraakse baan kwijt of vrouw-liefraakse baan, haar baan kwijt. Er, er kan van alles gebeuren. Je, je werkt bij een bedrijf en dat wordt overgenomen door een organisatie. En het is me toch... Uh, ja, je bent je baan niet kwijt, maar... Ja, ha, 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 ha. Er kan van alles gebeuren. Dat is nu een keer de eigenschap van het leven. Uh, het punt is dat als jij ooit voor elkaar uh, met, uh, je hebt ooit met z'n tweeën voor elkaar gekozen, is dat je dat dermate wel overwogen hebt gedaan. Dat dat een, een verbindenis is, uh, ja, die blijft staan. Ook al vergaard, vergaat, sorry. Ook al vergaat hemel en aarde. Je hebt voor elkaar gekozen, en het is het dan ook. Punt. En mensen die dat niet zo hebben, uh, die zeggen van, oh, nou, het maakt me niet zo uit, dus, uh, ik vind het wel leuk om met iemand om te gaan, uh, ja, als het dan nu dan, uh, ja, maar zo duidelijk als het uh, anders wordt, nou, dan, uh, jo, dan ga ik weer verder. Dat kan je ook vinden, dat kan je ook willen, dat vind ik verder neer. Maar dan moet je ook niet denken aan een huwelijk. Snap je? En als je zo bent, zou ik zeker niet denken aan kinderen. Dan moet je echt aantoonbaar heel goed bezig zijn dat je geprobeerd hebt om geen kinderen te krijgen. Dan gaan we het zodanig over hebben. Hè? Maar laten we er even vanuit gaan dat je allebei open staat voor kinderen. Hè? Ja, en wat doe je dan? Hè? Hoe ga je het dan uh, ja, vastleggen? En dat zou ik niet doen voor de wet, omdat je de inhoud van het contract niet kent. Puur en alleen daarom al. Hè? En het tweede is dat bij zo'n huwelijkscontract, wat je van de overheid dan mag uh, tekenen, allebei, dan gaat de gemeenteambtenaar. Is het niet? Een huwelijksambtenaar of zo. Die gaat ook even zijn handtekening zetten. Ja, maar wat is dat nou? Je hebt toch een contact, contract met z'n tweeën? De, de, er zijn toch maar twee contractanten? En hoezo is daar een derde bij dan? Er zitten allerlei facetten aan dat officiële huwelijkscontract... waarvan ik denk, er niet aan beginnen... Niet doen. En wat je dan wel moet doen, naar mijn mening, dat is, een, dat is wel een contract opstellen. En dat contract, dat kan zo simpel zijn als dat je op het internet, op peri7.nl, dan iets van huwelijk.peri7.nl of zo, of peri7.nl slash huwelijk, dat je dan uh, een aantal formulieren kan downloaden, daar kies je er eentje van, en dat zijn voorbeeldcontracten. Dan moet je dan eenmalig, dat doe ik dan wel. Stel dat ik het zou doen, hè? ik zeg niet dat ik het doe, maar ik beloof niks. Maar stel ik zou het doen, ja, dan is het eenmalig. Betaal ik dan de advocaatskosten van een advocaat die ik dan uitzoek, en die gaat er even met de pen doorheen en die kijkt of het voorbeeldcontract uh, ja, of je dat, noem het maar rechtsgeldig, zou kunnen zijn als daar handtekeningen en alles op staat. Er moet bijvoorbeeld heel duidelijk zijn uh, wie de contractanten zijn. Je kan niet zeggen Jan en uh, Maria komen overeen. Het moet wel zijn Jan en waar is hij dan geboren en ja, een BSN nummer erbij ofzo. Nou, dan moet inkomen te staan wat het doel is van, uh, van het contract. En dan zet je dan iets in van, nou, we willen graag uh, samen door het leven. En we willen elkaar steunen in voor- en stegenspoed. En uh, veel. we willen samenwonen, we willen een huishouding delen, ja. Uh, Dat je de intentie, de, de bedoeling van het samen zijn, dat je dat kort samenvat. Maar dat kan een alineaatje zijn. Dat is niet het belangrijkste onderdeel van het contract. Want een contract, om het even uit te leggen: een contract stel je op voor het geval er een kink in de kabel komt. Want het kan. En je hoeft geen contract op te stellen voor het geval dat altijd alles helemaal totaal goed gaat. Want als alles totaal helemaal goed gaat, ja, dan doet het hele contract er niet toe. Ja. Dus je moet in het contract om die reden ook niet te veel dingen vastleggen. Want ja, het kan zijn dat in de toekomst dat je bepaalde dingen anders gaat zien. Ik noem maar wat. Dat je in eerste instantie vind je dan dat je allebei in hetzelfde huis moet gaan wonen. Maar in tweede instantie, omdat uh, Joris die krijgt een baan aangeboden in de havens. En dan is het toch eigenlijk wel handig dat hij dan in de havens gaat wonen en alleen maar in het weekend even naar huis komt. Snap je? Dus dan woont hij eigenlijk op een andere plek. Maar ja, eh, eh, zondagavond gaat hij pleiten en vrijdagavond komt hij weer terug. En officieel woont hij niet meer bij jou in huis. Maar dat is dan tijdelijk afgesproken. En dan kan een advocaat daar van alles uh, aan toevoegen. Nou, doe in feite iemand een tip aan de hand voor een website waar je uh, ja, wat aan hebt. En dan moet je goede contracten hebben waar inderdaad een advocaat naar gekeken heeft en zegt: nou, dit kan ermee door. Want een contract is ook rechtsgeldig als dat niet getekend is in bijzijn van een notaris of een wie dan ook. Als jij een overeenkomst hebt met iemand. Bijvoorbeeld, ik heb gewerkt in de ICT, ja, of als zelfstandig bedrijf en zo. En Ja, ik weet nog wel dat ik. Dat was een vrij grote klus. Voor een bedrijf met 60 medewerkers of zo. Het ging om een behoorlijke klap geld. En veel werk en een doorlooptijd van bijna een jaar of zo. Ja, en toen was daar een, een interim manager, een goede kerel, heel slim. Die was er maar even voor. En, uh, die moest dat bedrijf. Blablabla. Bla bla, interim was die. Hè? En dat was precies in de tijd dat ik dus in beeld kwam. met mijn. Kornuiten. Uh, om daar die klus te gaan klaren. En die man die zei: allemaal... best maar ik wil een contract. Ik zei: nou, is goed. En toen zei hij nog: van ja, advocaten en alles. Ik zei: nou, um, uh, advocaat, dat hoeft van mij niet. En die man zei, wat? Ik zei: nee. Uh, Laat dat maar even achterwege. Want dat kost punt 1 uh, hartstikke veel geld. En punt 2, uh, laat mij maar even nadenken. Nou, toen ben ik een week, twee weken later naar hem toegekomen en hem een contract onder de neus geduwd. Ik zeg, nou, onder deze voorwaarden uh, ga ik akkoord. Onder dit contract zet ik mijn handtekening. En die man kijkt er zo naar en die zegt: Ja, maar onder dit contract zet ik ook mijn handtekening. Ik zeg, nou, mooi zo, gaan we allebei tekenen. <laughs> ja, ik ben ook niet gek. <laughs> ja, gewoon wat simpele dingen. Van, uh, als uh, de softwarepartijen niet op tijd levert, dan, uh, ja, dan, ja, dan is het onze schuld. Zo, wat je... En dan uh, allerlei dingen. Het was niet eens dik hoor. Het is echt 1A, 2A, 4 zo. Ja, nou, zei die man, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, allebei de contract getekend. Ja. En ik zat vast aan het leveren van de afgesproken goederen. En die man zat vast aan het leveren, of nou, het betalen van rekeningen voor producten die conform specificaties geleverd waren. Nou, en meer wil ik toch ook niet als leverancier? Als ik iets oplever en de klant, uh, zijn medewerkers, die kunnen geen grote problemen zien. Dus kortom, het werkt, ja, dan moet er ook betaald worden. Was dat nou? En de periode ter beoordeling. Ja, dat is natuurlijk niet 300 jaar of zo. Dat soort dingen stonden erin. En dat contract was dus rechtsgeldig. Zonder dat daar een advocaat of een notaris of een rechter. Er was er helemaal niemand bij. Dat was alleen maar tussen mij en die interim manager. En hij had een exemplaar en ik had een exemplaar. En dat is genoeg. En breekten dan pleurens uit op een of andere duistere reden. Dat project dat ging trouwens juweel goed. Dus stel, het was fout gegaan. Ja, dan, uh, dan bel ik een advocaat. Of, hè, als het een, aan mijn kant fout is gegaan, was gegaan, dan kon hij een advocaat bellen. En zeggen van, nou ik heb hier een contract afgesproken met Perrie Winkel en ze kon uiten. Daar zat dat en dat in. En nagel die, pen, die vent even aan de hoogste paal. Nee, nou ja, goed zoiets. Zo'n Nederlands spreekwoord. Maar ja. dat is dus niet gebeurd. Met andere woorden, een contract dat is zonder meer geldig. Het moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Dus het moet goed zijn bekend zijn wie de contractanten zijn. Uh, het moet goed bekend zijn, het moet in het contract staan wat de bedoeling is van het contract. Uh, want je raadt een contract aan, dus je gaat wat samen doen. Ja, wat ga je dan samen doen? Nou, en dan komen de, 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 de clausules, de dingen, de afspraken. die hij beschouwt als breuk van het contract. Dus wanneer is er sprake van contractbreuk? Nou, en in het geval van een huwelijk. is dan de intentie: nou, is dat je samen ga je lief en leed delen. Uh, de, de mogelijkheid hou je open dat de kinderen gaan komen. En die ga je samen opvoeden. En dat soort dingen. Hè? Nou, en wanneer is er dan sprake van contractbreuk? Nou, ik zou genoegen nemen met de Bijbelse voorwaarden. voor wat dan heet een scheiding. En er zijn maar twee redenen voor. Die ene reden is dat een van beide partners geweld pleegt. Dan mag de partner die het slachtoffer is van dat geweld, die, die, mag, het contract, uh, ja, die mag zeggen dat mijn partner heeft contractbreuk heeft gepleegd. Dan treedt dus de clausule in werking voor de breuk. Ja, de andere reden voor de breuk is, of reden voor de clausule contractbreuk is, dat een van beide partners vreemd gaat. En natuurlijk ook als een van beide partners allebei doet. Dat hij en geweld pleegt en dat hij vreemd gaat. Dan is hij dubbel de bok. En dan mag de partner die dan niks fout heeft gedaan... die mag met dat contract naar een advocaat. En zeggen van, nou, regel het even, Joris. En dus als je man gewelddadig wordt of vreemd gaat... dan kan jij als vrouw kan je naar een advocaat stappen... en zeggen, nou, dit is het contract... En er zat netjes alles in, BSN-nummer. En als die man de kostwinner is, en dan gaat hij betalen. Wat is dat nou? En zelfs als hij geen, nee, al geen kostwinner is, hij gaat hem betalen voor die kids. Hij zorgt maar voor de poen. Jij hebt die, jij hebt die vordering openstaan. Dan nou, laat je hem arresteren. Dan komt hij in het gevangen. Met zo'n contract en een goede advocaat, dan heb je je man zo te pakken hoor. En het leuke is aan zo'n contract: ja, dat werkt twee kanten op. Dus jij als man, als jij erachter komt dat je vrouw vreemd gaat, of je vrouw gaat zich te buiten aan geweld, want dat doen sommige vrouwen ook hoor. Ze, nou, ze, dan gaan we naar MIGTOW kijken. wat vrouwen niet uit kunnen vreten in een huwelijk. Wauw. Nou, stel je dat aan de orde? Nou ja, dan ga je als man naar een advocaat. en zeg je, Kijk, hier is zijn handtekening ondergezet. Zij heeft contractbreuk gepleegd. en dat, kan ik, dat moet je wel kunnen aantonen. maar dat kan je dan aantonen, mag ik aannemen tegen die tijd. En dan heb je aangetoond dat zij contractbreuk heb, heeft gepleegd. Nou, dan kan die advocaat ervoor gaan zorgen dat de. De clausules in werking treden. Met de politie achter de hand natuurlijk. En een hele eenvoudige is dat degene die vreemd gaat, ja, die gaat uh, de deur uit. Die gaat maar ergens anders wonen. En die gaat alimentatie betalen. En of zo'n persoon dan in zo'n geval nog de kinderen mag zien. Ja, dat hangt af van de barmhartigheid van de overgebleven ouder. Als die overgebleven ouder, ouder zegt: Nou, dat heb ik liever niet. Dan niet dus. En heb jij een partner. Hè, waarvan je denkt: Nou, dat is hem helemaal of zo. en nou, dat lijkt me wel tof of zo. en die partner die wil niet zoiets tekenen. Nou, dan moet er bij jou een lampje gaan branden, of niet? Toch? Kijk, en een contract, uh, dan kan je altijd als, uh, stel, uh, uh, laten we het even positief zien, uh, je hebt iemand ontmoet, en je hebt kinderen mee, en uh, die kinderen zijn lekker de deur uit, en je, ja, je wil allebei een hele andere kant op voor de rest van je leven. De een die wil graag uh, ingaan op een aanbod om een camping te beginnen in Noord-Frankrijk. En die ander denkt, oh mijn god, een camping in die Franse Rimbou, Dat wil ik niet. Ik wil in de stad blijven wonen. Ja. Nou, daar moet je dan samen uit zien te komen. Misschien heb je een koophuis en dan moet je samen maar gaan overleggen. Van ja, dan moet dat huis misschien verkocht worden. En, maar doe je dat allemaal in paise en vrede? Dan is niks aan de hand en dan kan je zo'n contract ontbinden. Dat kan je doen zonder advocaten. Dit is weer een nieuw contract dat je dan opstelt. Dat heet een ontbindingsovereenkomst. Van de volgende partijen. Weer Jan en Marie. En dan netje met namen en alles. Hebben een contract getekend. Zit in de bijlagen. En ze hebben besloten ieder eens hun eigen weg te gaan. En, en ze zijn het volgende overeengekomen en het contract is ontbonden. Ja, klaar. Dus die rechtsgeldigheid van zo'n contract. Dat geldt. Als je het. Papier op papier opstaan en er staan handtekeningen op en het is duidelijk wie de contractanten zijn het is duidelijk wat de inhoud is dan heb je helemaal geen huwelijksambtenaar nodig nou en wat hoort er dan nog meer bij het huwelijk ah, ik zou zeggen een feest <laughs> dat vind ik erg belangrijk voor een huwelijk maar feesten zijn zonder meer leuk dus waarom niet een feest als je gaat trouwen? Huh? En dat is tevens een, een mooi moment om dat te koppelen aan het handtekeningen zetten. Huh? En wanneer ga je dan over tot zo'n grote stap? Nou, dat is als je elkaar goed kent. En goed kennen betekent niet alleen dat je veel weet van elkaar. Maar, huh? maar dat je die ander ook kent in de goede eigenschappen. Ja, van ik ken die vrouw als een goede vrouw. Dus ik, ja. ik ken haar goed. Als je mij vraagt van uh, beschrijf haar eens... Uh, dan kom ik met allemaal dingen die zij goed kan. Uh, ze, ze kan heel goed uh, kleren in elkaar zetten. Ze kan goed koken. Ze kan goed met dieren omgaan... Uh, en ze kan zelfs goed omgaan met mijn tante Gerda, die net gek is. En die komt af en toe over vanuit het bejaardenhuis. En dan iedereen. Eh, maar zij kan goed met tante Gerda omgaan. Ja, dat je alle goede dingen van iemand kent. En dan ken je iemand goed. Nou, dan is het tijd voor een huwelijk, denk ik. Hè? Dat is toch mooi, joh. Dat je elkaar in de ogen kan kijken en dan kan zeggen... Nou, ik wil met jou verder. Ik durf de, de verbindenis aan te gaan. En hang dat dan lekker aan de grote klok. Ja, voor mijn part, op zo'n contract maak je een sectie dat uh, getuigen mee mogen tekenen. Waarom niet? Ja, ik ben getuige, dan allebei twee getuigen of zo. Dat is toch leuk in het kader van feestje? Ja. En dan heb je nog dat bijbelse gedoe van geen seks voor het huwelijk. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Ik, ik vind dat je het risico op kinderen niet moet nemen voordat je zoiets op schrift hebt staan. He, want seks, dat is een risico dat je een kind krijgt namelijk. En dat risico, dat, dat moet je pas lopen als je zeker weet dat, dat dat niet fout af kan lopen. Maar ja, als je dat moeilijk vindt, hey, met, en, en, ja, dan, ja goed, dan wil ik verder niet de, uh, moet ik zeggen, de, niet de, de preutse uh, pastoor uithangen, ofzo. Het feit blijft dat ik vind dat je niet te snel moet beginnen met wippen de wip. Dat je eerst goed moet kijken wat iemand wezenlijk voorstelt. Die andere dingen in het leven. Hè? Want als jij. Zo'n huwelijkscontract... Het is natuurlijk altijd leuk dat er een huwelijksfeest is en al, en al die seks en al die dingen en al leuke dingen doen en zo. Maar het huwelijk zelf ja, dat is niet zo enerverend. Beter gezegd, uh, tussen veel dagen zit weinig onderling verschil. Dus tussen veel dagen zit er weinig onderling verschil. De eerste keer dat iemand voor je gaat koken, dan heb je, oh, dat heb ik nog nooit gegeten. En dan, dan maakt zo iemand dat weer, en dan denk je, ja, dat had ik al een keer gegeten. Hè? En dan maakt zo iemand dat weer, en dan denk je, ja, dit is al de derde keer dat ik het eet. Snap je? De verrassing gaat, er, gaat eraf. Op alle fronten. Uiteindelijk wordt ieder huwelijk dat wordt een sleur. En de kunst is om in die sleur toch de zeggen, de, de veranderingen te zien. En bepaalde dingen, je hebt bijvoorbeeld een, ik, ik ken zo'n stel en die zijn echt al op leeftijd en hij heeft dan een caravan op een camping. En ze wonen ergens in Geleen, dat zijn de ouders van Lonneke. En die zijn ook al hier bij elkaar, al heel lang bij elkaar. Ze zijn meer dan 40 jaar of zo. En die gaan dan nou, zo vaak mogelijk als het maar kan, gaan ze naar die camping. Ja, en dan kijk je naar hun leven, ja, of ze zitten op dat fletje daarin geleen. Nou, dat is ook geen penthouse of zo. Wel een leuk vletje hoor. Keurig verzorgd, goede parkeerplaatsen en zo. En dan die camping, ja, daar heb ik al een keer foto's van gezien. Ja, het is gewoon zo'n camping, camping. Allemaal van die uh, tentjes en kerven, zo, bom, uh, bom, 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 allemaal naast elkaar. Hè. Van die klaptaaltjes, kaveltjes en van die klapstoelen en de barbecue. Hè. Ja, dat is niet heel enerverend, maar die mensen vinden dat goed genoeg. Wat is dat nou? Waarom niet? He? Dat is de. Te... Ja, dat moet je in de gaten houden. Dat, dat als je je hele leven bij elkaar blijft. Ja, je eindigt uiteindelijk. Als je mazzel hebt ook nog een keer. Want uh, zo slecht hebben de ouders van Lonneke het helemaal niet. Dat is een leuk vletje, en nou, Geleen is best een leuke plek, en we hebben een Albert Heijn, en een Aldi, en een Lidl, <laughs> en, en dan ook nog een camping, en ja dat is toch wel leuk toch? Ze hebben niet niks. Dat is plezierig. Die mensen zijn blij. Die nemen genoegen met dat wat ze hebben. Dat kan je ook zeggen. En daar moet jij dan ook naar streven... als je zoiets serieus aangaat als kinderen. Ja, dan zou ik toch echt daarvoor gaan, hoor. Want ook al ga je in harmonie uit elkaar... Kijk, die kinderen... die hebben, zeg maar... noem eens wat, ze hebben zoveel dagen per jaar kunnen ze vrijmaken voor bezoek aan de ouders. Dat hangt dan af van hoe ver ze van de ouders vandaan wonen... en hoe druk ze hun baan hebben en al dat soort dingen. Maar dat zijn dan zoveel dagen. En als die ouders dan gescheiden zijn... Ja, dan hebben ze niet in één, twee keer zoveel tijd om naar de ouders te gaan. Dus als de ouders dan gescheiden zijn... Ja, dan zien die ouders dus de kinderen maar voor de helft... Van de tijd. Want de andere helft zitten ze bij papa. Hè? Of als papa gedacht, de andere helft van de tijd zitten ze bij mama. Dus vandaar is het, als je je kinderen wil blijven zien, een heel goed idee om bij elkaar te blijven. Ja, zo moet je natuurlijk zien. Het is, een, het is een strategie voor je leven. Kennestel, die, die hebben elkaar ontmoet toen ze in de twintig waren. Hij is iets ouder dan ik, dus hij is al in de zestig. Hij is al die tijd bij elkaar gebleven. Hij heeft een tijd gewerkt in Amerika. Nou, dat avontuur is. Uh... Ja, dat was niet helemaal leuk afgelopen volgens mij. Dus hij is weer teruggekomen naar Nederland en hij kon blijven werken voor diezelfde firma. die baan die hij heeft, ja, daar zou ik niet dood willen worden gevonden, maar goed, iedere hoor. en meug. en die zijn ook nog steeds met elkaar. maar die wonen nou leuk in een huisje ergens in. Nou, ergens in Overijssel. was dat is toch mooi? Dat is wel een, je kan zeggen ja, dat is saai of zo. Maar die indruk maakt dat stijl niet hoor. Die zijn reuze blij. En die kinderen die studeren allebei. Dan hebben ze voldoende contact mee. En, uh, ja. en kortom, uh, alles is gezellig, alles is blij. En zo kan jij dat ook plannen. Hè? Daar mik je dan op. Toch? Dat is dan een moderne huwelijk. En daar heb je dus geen gemeenteambtenaar voor nodig. Daar heb je voor nodig een overtuiging. Een overtuiging dat je wat wil met je partner. En zoiets kan je pas willen als je je partner goed kent. En het hebben van seks is geen manier om je partner te leren kennen. Dat voegt daar uh, nul komma broekzak aan toe. Helemaal niks. Wow, daarboven is het ook nog een keer zo dat uh, als er iets gevoelig is voor sleur, dan is dat seks. En als jij dan zo graag wilt dat die seks goed blijft na jaren, ja, dan moet je toch eerst jarenlang goede seks hebben gehad en er dan vervolgens voor zorgen dat die seks goed blijft. En dat, dat kan je pas bewijzen als je, net, hè, als je jaren bij elkaar bent. Snap je? Jo, zo so is het. En niet anders. Punt. Nou, meer heb ik er eigenlijk niet aan toe te voegen. Ik hoop dat jullie het gaan doen. Door deze samenleving schreeuwt om gezinnen. Om harmonieuze gezinnen. Om een papa en een mama die uh, voor elkaar gaan. En die kinderen haten scheidingen. Haten dat. En met hart en ziel hoor. Ze inwendig vervloeken ze hun ouders als, ze gescheiden, als die ouders gaan scheiden. Dat, dat is niet te harde voor een kind. Zo'n kind kan het accepteren, maar het maakt de relatie tussen het kind en de ouders voor altijd kapot. Het kind krijgt er een onverschilligheid uh, bij. Van, nou ja. Nou, zo gaat het dus in het leven. tussen mensen zoals mijn ouders. Ja. Yeah. Het ene moment zijn ze van alles van plan. en het volgende moment. een hup, is het afgelopen. Ja, ze zijn mijn ouders. Kijk, zo gaan die kinderen naar hun ouders toe kijken. Er is helemaal geen hartelijkheid meer. Of ja, helemaal, niet helemaal niet meer. maar voor een deel. is die hartelijkheid pleiten, op, weg, vergaan, verstoft, verstoven, weggewaaid. En dat, dat wil je niet voor je kinderen. He, je wilt toch dat je kinderen, ja. Fijne ouders hebben. Ouders die harmonieus met elkaar omgaan. Snap je? En dat is het. Dan is er voor jou een offer om te brengen. En dat moet je dan maar brengen. Punt. Nou, ik denk dat ik dit voldoende heb toegelicht. Ik heb de, de noodzaak be, uh, toegelicht. Ik heb toegelicht dat het huwelijk volgens de gemeenteambtenaar toestand, uh, dat helpt je geen zier verder. Want 70% van de scheidingen, zo niet meer, wordt aangevraagd door de vrouw, dus... Ja, waar hebben we het over? Ja. En het gaat dan om scheidingen waarbij de man helemaal niet is vreemd gegaan. En de man helemaal geen geweld heeft gepleegd. En daar moet je voor oppassen als man. Want als je dat overkomt, en dat is mij overkomen. Ja, euh, jongen, 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 jongen. Je kan beter een boterham met kopspijkertjes gaan eten. Dat is nog lekkerder en beter te verkouwen en te verteren dan zoiets hoor. En dat wil je niet. En wat je dus ook niet wil is dat uh, mannen aan gaan zeggen van nou ik, ik trouw gewoon helemaal niet meer. En, uh, hè? en verantwoordelijkheid voor kinderen nou die wil ik helemaal die wil ik niet eens aan denken. Want dan ga ik jarenlang voor die koters zorgen en tussen, als ze tussen zeven en tien jaar oud zijn word ik de deur uitgetrapt. Want dat is het lot van de meeste vaders. Hè? In het begin is alles wel leuk, want dan hebben die moeders het moeilijk en dan is er een verandering van situatie en ja, dan is papa wel gewenst met zijn uh, inspanningen. En dan worden die kinderen wat zelfstandiger en dan denken die moeders uh, doeg en dan boem en dan sta je op straat. Nee, daar word je blij van, Heb je? Nou, ik hoop dat jullie hier wat aan gehad hebben en dat er heel veel moderne huwelijken gaan plaatsvinden, huwelijken die passen bij deze tijd en dat die stabiliteit er weer in komt. En dan zeg ik op zijn hamburgers. tjus. Ähm, uh, dag liefert's.